Het zijn de jaren 60. Het gaat slecht met de Nederlandse spoorwegen. Er moet een masterplan komen om de steeds grotere verliezen op te vangen. In 1968 ondergaat NS daarom een metamorfose. Het bedrijf introduceert een compleet nieuwe huisstijl en voert die bedrijfsbreed door. De treinen worden opvallend geel en overal duikt het nieuwe logo op dat we nu nog steeds zo goed kennen. Kijkt u naar de documentaire Een tijdloos ontwerp. Gaat op reis van A naar B en dan moet je ook weer naar huis, van B naar A, dat is het eigenlijk. Het is het gevoel van reizen en dat is de gedachte die erachter zit. Zo. Gert Dumbar heeft net zijn opleiding afgerond op het Royal College of Art in Londen en staat aan het begin van zijn carrière als hij de opdracht van zijn leven krijgt. Het was eigenlijk een ingenieursbedrijf die met treintjes speelde, als ik het nou heel erg speels zeg. Maar het was natuurlijk een prachtig bedrijf. Maar daar zaten nog ingenieurs die konden uit hun hoofd een stoomlocomotief ontwerpen. En dat was natuurlijk heel bijzonder. Dus toen kwamen ze dus met de opdracht om een nieuw huisstijl te maken. Maar, meneer Dumbar, wij willen dat u iets doet met de letters NS. En ook waarschijnlijk een nieuw kleurenpalet voor de rijtuigen. Want de ingenieurs hadden gezegd dat de treinen moesten verschillend worden gekleurd. Dus je had dieseltreinen, je had elektrische treinen, je had goederentreinen, je had allemaal verschillende treinen en die moesten een verschillende kleur hebben. Helemaal naar binnen gerichte ideeën, niet naar buiten toe. En toen heeft dus de toenmalige vrouw van de directeur heeft zich laten inspireren door de kleurtjes in haar Wedgwood-servies. En dat zijn die kleuren geworden die men aan die treinen gegeven. In 1917, als gevolg van de Eerste Wereldoorlog en het gebrek aan allerlei materialen, moeten de verschillende spoorwegmaatschappijen samen gaan werken. En de twee grootste, de Staatsspoorwegen en de Hollandse IJzerspoorwegmaatschappij, die gaan een belangenvereniging aan onder de noemer Nederlandse Spoorwegen. En vanaf dat moment is er maar één spoorvervoerder in Nederland, NS. Maar ja, die vervangen natuurlijk niet al hun materieel meteen. Dus er blijven verschillende kleuren locomotieven en rijtuigen op het spoor. Er blijven verschillende lettertypes, verschillende logo's en emblemen. En het meest gangbare was eigenlijk het symbool van het gevleugelde wiel. Dat werd overal in Europa als symbool voor de spoorwegen gebruikt. En het stond voor een wiel, een treinwiel, met vleugels van de handelsgod Mercurius. Er is totaal geen eenheid in vormgeving. Oh ja, nou dit was ik toen. De Nederlandse Spoorwegen is een winstgevend bedrijf als Geurt Hupkus eind jaren 50 op het hoofdkantoor in Utrecht komt werken. Maar het gaat al snel bergafwaarts. De welvaart in Nederland neemt toe. Steeds meer mensen kunnen zich een auto veroorloven en laten de trein staan. En als dan ook nog de gasbel in Groningen wordt ontdekt, neemt het winstgevende goederenvervoer van kolen steeds meer af. Met als dieptepunt een recordverlies van 100 miljoen gulden in 1967. Er worden verschillende maatregelen genomen. Meer treinen worden ingezet, stations worden uitgebreid met winkels en parkeerterreinen. En om een eenduidige uitstraling te creëren, wordt er in 1966 een werkgroep Huisstijl NS opgericht. Nou, dat was dus het tegenwicht van de somberheid van het gaat hier alleen maar de verkeerde kant op. En waarbij we nu een mogelijkheid hadden om het om te buigen. Het begrip huisstijl is in de jaren 60 nog een onbekend fenomeen. Ja, die huisstijlen, dat hing eigenlijk in de lucht. Je zag het om je heen, je zag het Albert Heijn doen. De KLM had dat gedaan. British Rail was heel goed. Kijk, dat was natuurlijk een heel krachtig logo van transport in twee richtingen. De NS is het eerste staatsbedrijf dat ook de grote stap wil wagen. Zij willen een huisstijl die past bij een toekomstgericht modern bedrijf. 2 ontwerpbureaus en 3 ontwerpers worden gevraagd om een offerte voor het ontwikkelen van een huisstijl. Een van de ontwerpers is de bekende schilder Joop Moesman. Nou, dit is dan een schilderij van Joop Moesman, de befaamde magisch-realistische schilder. En hij heeft hier geportretteerd een van de directeuren van NS, de heer Giesberger, met in zijn hand een spoorboekje, nog met het oude logo uit 1938. En dan zie je hier verderop in het schilderij, dat vind ik dan ook zo prachtig, zie je nog de inkpot waar Moesman heeft gewerkt. Want hij kon niet van zijn schilderkunst leven. Hij moest zich in zijn levensonderhoud voorzien door bij NS te werken op de tekenkamer van NS. Hij maakte dienstregeling grafieken. Maar hij stond natuurlijk binnen NS wel bekend als artistiek man en als schilder. Dus hij werd ook regelmatig gevraagd door collega's om geboortekaartjes te maken of artistieke dingetjes te doen. En in 1966 is hij ook gevraagd door de voorzitter van de werkgroep NS Embleem om met een voorstel voor een nieuw logo voor NS te komen. Nou, hier hebben we dan de mapjes die Moesman heeft aangeleverd aan de werkgroep Huisstijl van NS. En het leuke is dat hij dus de brief die hem is toegestuurd, de officiële brief van de voorzitter van de werkgroep, die heeft hij gekopieerd met daarop het ontwerp van het logo. En als je goed kijkt, dan zie je in het logo de letters NS verwerkt. En dan heeft Moesman ook nog weer vleugels gemaakt, zoals in het gevleugelde wiel. Dus eigenlijk de letters NS en het gevleugeld wiel komen weer terug. Ja, ik denk dat de werkgroep van NS zijn ontwerp niet sterk genoeg vond. En ik denk dat ze toch op zoek waren naar iets moderners, iets krachtigers en iets met meer pit. En dat iets meer pit hoopt de werkgroep Huisstijl te vinden bij het grafisch ontwerpbureau Teldesign. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het imago van de spoorwegen stoffig en ambtelijk is. En dat moet veranderen. Het gewenste bedrijfsbeeld moest zijn eigentijds, mannelijk, niet ambtelijk, accuraat en dynamisch. Ja, Teldesign heeft zeg maar een paar rondleidingen gehad in het bedrijf om kennis te maken, om de sfeer te proeven en ging vervolgens aan het werk. Oh, prachtig. Hier zijn, dit is een beetje bijna ontroerend, want hier zijn dingen bij die ik helemaal vergeten ben. Kijk nou eens. De echte, dit is het begin en toen deed ik nog alles zo lekker geordend. Dit zijn de allereerste schetsen die ik me kan herinneren. Toen ik begon met een pennetje, en, maar gewoon in het wilde weg een beetje schetsen. Dat is toch wel heel erg ontroerend. Moet ik even maken. Ik was het helemaal vergeten. Prachtige schetsen. Oh, oh, wat mooi. Hier ben ik bezig met het onderzoeken van wat je met een N kan doen. En dan volgt daar weer een S uit voort. Schitterend, ja. Ja. Ik ontkom, de hele tijd komt die pijlen komen dan weer terug, zoals je kan zien. Wij hebben daar ook weinig invloed op willen uitoefenen, want wij zeiden, je moet de broedende kip niet storen. 8 maanden en meer dan 1800 schetsen zijn nodig om tot een definitief ontwerp te komen. Ja, verdomd. Kijk nou eens even. Zo is hij gepresenteerd aan de spoorwegen. Dit is dus het oerding. Dus moet ik dat een dikke kus geven, want hier ging alles om. Ik neem heel even contact op met Wibo Bakker. Die zit in China en die weet alles van huistijden af. Hey, hallo, gelukt! Hoe gaat het? Hoe gaat het met de tentoonstelling? Wibo Bakker doseert industrieel design op de Xi'an Jiao Tong Liverpool University in China. Bakker is gepromoveerd op een onderzoek naar de ontwikkeling van huisstijlen in Nederland tussen 1960 en 1975. Ja, Gert is een bijzonder ontwerper. Ik denk dat hij dat al was voordat hij in de huisstijl van de Nederlandse spoorwegen begon. Hij was de eerste ontwerper die werd opgeleid aan het RCA, het Royal College of Art in Londen, als visual communication designer. Zijn docenten daar waren bijvoorbeeld Hendrion, dat was de ontwerper van de huisstijl voor de KLM, maar ook Anthony Frushauk, een bekende modernistische ontwerper die veel aandacht had ook voor goede typografie. En die gaven Dumbar een stevige basis mee waarmee hij ook in Nederland goed aan de slag kon voor de Nederlandse spoorwegen. Dumbar gebruikt de ontwerpmethodiek die hij heeft geleerd op het Royal College of Art. Zo test hij op een verlaten strand de zichtbaarheid en duidelijkheid van het logo. Bij hele sterke verkleiningen werkt het ook. En dat was niet het geval bij de NS, want dan gaat het een beetje, dan wordt het een gevriemel. En dit niet, het blijft open. Die vormen die blijven open, ook bij sterke verkleining. Dat was wel vrij belangrijk. Dat was ook een van de argumenten die ik gebruikte om de opdrachtgever te attenderen over de kracht van dit teken. Wat het logo bijzonder maakt is denk ik vooral de kwaliteit van het ontwerp. De aandacht die is besteed aan het ontwikkelen van het logo en het testen of het ook goed functioneerde. Om te onderzoeken wat de beste samenstelling was. Ik kan bijvoorbeeld, als je die haken hebt, die kan je wat dichter bij elkaar brengen, wat verder van elkaar. Ik kan de hoeken aanpassen, dan maakt het een wat snellere indruk. Of je kan de dikte van die banen van het logo kan je aanpassen. Dat heeft allemaal effect op de toepasbaarheid, maar ook de perceptie, de aangenaamheid van het logo. Ja, Gert Dumbar kwam dus met onder zijn arm een hele grote kartonnen met tekeningen en met van embleem natuurlijk. Je had niet nog van die mooie presentatietechnieken, dat had je niet. Het was dit, kijk eens, zo. En de kleur van de treinen, daar hebben wij het nog niet over gehad, maar dat is een essentieel deel geworden van de huisstijl. En dat was dat warm geel met een paar steunkleuren, onder andere twee soorten blauw en grijs. Wij vonden dat geel heel gedurfd. Niemand had nog ooit een gele trein gezien, in heel Europa niet. Die kleur bestond gewoon niet. Nou, geel heeft iets optimistisch, iets niet ambtelijks eigenlijk. Want de vraag was om de NS was tot de conclusie gekomen dat het een stoffig en ambtelijk bedrijf was. En dan ga je op zoek naar een wat vrolijke kleur om daar iets tegenover te stellen. En toen ben ik op dat geel gekomen. Bovendien is dat een hele sterke kleur die niet zo snel verkleurt als het ware, zoals blauw of rood door de invloed van het ultraviolette licht. De werkgroep Huisstijl en de directie zijn blij met de gele kleur. En na een geslaagde vuilproef zijn ook de ingenieurs tevreden. Dat was unaniem enthousiast ontvangen, behalve de machinisten, want die wilden niet in een gele kanarie rijden of in een gele banaan. En dat is natuurlijk weer prachtig dat dat gebeurt en dat is ook wel heel aandoenlijk, maar dat betekent dat ze echt wel bezig zijn met hun vak. En het was echt dus wat ik dan noem de schok van het nieuwe, hè? Dat was het eigenlijk. De werkgroep wil niet dat het NS-personeel wordt overvallen door zo'n ingrijpende vernieuwing. Ze besluiten een enquête te houden. Een van de vragen was, wat vind je nou van het embleem? Terwijl dus de ontwerpers hadden gezegd, dat is het symboliseert transport in twee richtingen. Dat heeft niemand gezegd. Er waren wel mensen die zeiden, ja, het lijkt op een schoen, of een konijn, een spoorwissel. Maar ze vonden toch het geheel, dus ook met de kleuren en de belettering, de nieuwe pictogrammen. Ze vonden het modern, krachtig, snel, duidelijk, origineel en mannelijk. Nou, je ziet hier die slechte plekken, hè? Ja, daar is hij helemaal verroest ook. Ja, en ook daarboven. In de roestige Mat 64, de eerste treinserie die de nieuwe kleur kreeg, komt de tentoonstelling die helemaal gewijd is aan 50 jaar huisstijl van NS. Zo heren, is het al klaar? De vrijwilligers van het Spoorwegmuseum strippen de trein alvast en daarna wordt de buitenkant aangepakt. De roestplekken worden behandeld en daarna wordt de hele trein opnieuw gespoten in het speciaal gemengde NS-geel. We hebben de vitrine uitgelegd, hoe groot die is. Je ziet, het is een beperkte ruimte en we willen graag weten of alles past. Conservator Evelien Pietersen is verantwoordelijk voor de samenstelling van de tentoonstelling. Samen met haar collega is ze alvast een proefopstelling aan het maken. Helemaal goed. Deze lijkt me goed zo, hè? Ja. Nou, deze spullen tonen aan dat na de invoering van de huisstijl alles geel werd. Zelfs de EBO's. Ja, precies. Mijn lievelingsvoorwerp, dat zal ik je ook even laten zien. Die komt niet in deze vitrine, maar in een andere. Dat is dit geweldig hoedje. Dat in de jaren 90 werd gedragen door de servicemedewerksters van NS. Nou, iedereen is jaloers, wil zo'n hoedje op. Dat snap je. Tijdens het samenstellen van de tentoonstelling doet Pietersen in het depot van het Spoorwegmuseum een bijzondere ontdekking. Nou, een van de leukste ontdekkingen uit ons depot vind ik wel het boekje van Jan de Haan. Hij was reclametekenaar bij NS en hij werd gevraagd in 1946 al om een nieuw embleem voor de spoorwegen te ontwerpen. En het is dit vignet geworden met de letters N en S en het is heel abstract een gevleugeld wiel. En eigenlijk wilde hij al een huisstijl introduceren, want hij wilde dat embleem toepassen overal bij de spoorwegen. Dus op stationsgebouwen, bij loketten, op bussen van NS, op vlaggen en zelfs op locomotieven wilde hij dat aanbrengen. Ja, dat was eigenlijk ongekend in die tijd. Het is niet helemaal gelukt, moet ik zeggen. Uiteindelijk werd het logo vooral toegepast op briefpapier en op kleine bordjes en dergelijke. En werd het uiteindelijk niet op stoomlocomotieven en ander materieel toegepast. Maar zijn poging was wel heel vernieuwend in die tijd. Ruim 20 jaar later lukt het de Nederlandse spoorwegen wel om een eenduidig gezicht te creëren. Dumbar en zijn team hebben het voor elkaar gekregen om een rijke huisstijl neer te zetten. Een huisstijl met een opvallende kleur, modern logo, heldere bewegwijzering door middel van pictogrammen en een duidelijk lettertype. Ook het spoorboekje is gemoderniseerd. Er gebeurde in die jaren ook nog veel meer. De dienstregeling werd namelijk helemaal opnieuw opgezet. Het aantal intercities werd verdubbeld van eentje per uur tot 2 per uur. En daar hoorde ook een nieuw spoorboekje bij, waarbij ook nieuw was dat het spoornet werd op een abstracte manier weergegeven. Vroeger had je een draaischijf als je een spoorboekje wilde kopen op het station. En er zat de cachère, die deed het dan op en dan drukte op een knopje en dan kwam het naar buiten. Maar dat was te dik, dus dat kon niet. En toen zijn er vragen in de Kamer gekomen waarom het spoorboekje zo dik was. Nou ja, daar kon ik wel op antwoorden. Het was het verkeerde papier. Door die toename van diensten is het dikker geworden op het dikke papier. En toen ben ik op zoek gegaan naar heel dun papier. En dat is dit. En dat is een soort bijbelpapier. Heel dun, maar sterk. En ik moet zeggen, dit boekje was toen de tijd na de Bijbel het meest verkochte boekje in Nederland. Op 11 januari 1968 maakte toenmalig directeur Lohman tijdens zijn nieuwjaarstoespraak de plannen bekend aan het grote publiek. De eerste gele treinen gaan met ingang van de zomerdienstregeling op het traject Utrecht-Leiden rijden. De pers reageert enthousiast op de nieuwe huisstijl. NS is geel geworden. Actief, krachtig, modern, opvallend, hip zelfs. Ja, de werkgroep was natuurlijk euforisch. Dat kun je begrijpen. En dit was een beetje het verhaal zoals het in heel Nederland in de kranten kwam. Maar echt overal, van de ene dag op de andere. Het was een vrij belangrijke persconferentie die de NS heeft gehouden. En nou ja, hier staat het nieuw gezicht van NS. Want het woord huisstijl kende men eigenlijk nog niet, dus ze noemden nieuw gezicht van NS. Er verschenen echt tientallen, zo niet honderden artikelen over de huisstijl van de Nederlandse spoorwegen in de pers. En daarin kwamen ook de ontwerpers uitgebreid aan het woord. Er werden foto's afgedrukt. Het was misschien wel de eerste keer dat ontwerpers op zo'n prominente wijze in het voetlicht traden. Dit is het bureau, dit zijn mijn 2 collega's, Emiel Truijen en Jan Lucassen en ik. 3 mannen in pak, samenwerkend aan de modernisering van het beeld van de overheid. Toch een heel typisch beeld voor de jaren 60, een heel erg optimistische tijd over vooruitgang in de samenleving. Oh, shit. Weet je dus ook? Ja, ik weet dat middels een stuk niet meer. Ja, het is lastig, zeker. Er kwam op een gegeven moment een soort rage om het NS-vignet na te doen. En toen op een gegeven moment werd ik gevraagd bij Mies Bouwman, dat zie je hier, om als jurylid te dienen. Want er werden wat mensen uit de zaal gehaald in een van haar shows. Om dat vignet na te tekenen. Daarna werd het echt een landelijke rage. Iedereen deed het bij elkaar na door deze uitzending. Ik hou het hierop. Ik weet niet of het goed is. Ik denk dat dit weg moet. Het raadselachtige is dat het ziet er heel eenvoudig uit, maar het is heel gecompliceerd om over na te denken. Je kan het niet natekenen. Het is grappig, want ik heb industrieel ontwerpen gestudeerd, een jaartje. En de allereerste les die ik had, vertelde onze leraar dat iedereen moeite had om het NS-logo te tekenen. Omdat het een gekke verbinding heeft. Het klikt niet meteen in je brein, zeg maar. Ja, dat is hem. Het ziet er gaaf uit, zeg. Ja, hè? Het begint ergens op te lijken. Maar ga je dit nou met dat rollertje doen? Ja, er staat te veel wind om te spuiten, dus nou doen we met kwast en rollen. Oké. Ja. Dus het is een werk. Zo. De Nederlandse Spoorwegen wil geen extra kosten maken om de treinen aan te passen aan de huisstijl. Pas als een trein toe is aan een opknapbeurt, krijgt hij de nieuwe gele kleur. 6 jaar duurt het voor alle rijtuigen zijn geverfd. Nou, wat ik heel leuk vind is na al het onderzoek wat we hebben gedaan naar de huisstijl van NS, dat het na 50 jaar nog steeds altijd zo modern en fris oogt. Ja, en dat vind ik echt wel heel bijzonder. Ja, hij komt erom. Geef mij dan maar een locomotief met 16 bakken erachter. Allemaal lekker geel. En dat komt van aanwenderen en met al zijn macht en pracht. En je kunt het een beetje vergelijken met het voorbijkomen van een mooie vrouw. Die ook wordt nagekeken. Waar je je blikken niet van af kunt houden. Het is jammer dat ik het moet zeggen, maar ik vind persoonlijk dat de boel aan het verwateren is. Het idee was natuurlijk die gele treinen die zo door het Nederlandse landschap heen glijden. Echt een icoon van de Nederlandse vormgeving. En nu hebben ze bij de Sprinter dat geel vervangen door wit met blauw. En ja, dat maakt toch een wat kale, saaie indruk. Wit is helemaal geen kleur, wit is neutraal. Geel is warm en blauw is koel. Het is te begrijpen dat er allemaal nieuwe rijtuigen moeten komen, de eisen veranderen, maar de uitmonstering, de kleurenschema's en zo, dat wordt een beetje een zootje. Dat is jammer. Ik vind dat ze eigenlijk toe zijn aan een betere bewaking van de huisstijl. En ik hoop dat het huidige management dat ook gaat inzien en dat er wat gebeurt. Dit komt over 300 jaar in het Rijksmuseum. En altijd maar weer die lijn, hè, die ordening. Prachtig. Volgens NS houdt het bedrijf zich nog altijd netjes aan die huisstijl. Wel willen de spoorwegen een duidelijker onderscheid tussen de verschillende treinsoorten. Vandaar dat Sprinters tegenwoordig een witte basiskleur hebben en Intercities een gele.